op uw plaatsen. Reddingsclub Ternat Assen-Lebbeke organiseert op 12 februari voor de tweede keer het provinciaal kampioenschap reddend zwemmen. De reddingsclub van Assen bestaat al 26 jaar, maar toch blijft reddend zwemmen een vrij onbekende sport. Het is eigenlijk nog een heel jonge sport hier in België. Het is eigenlijk gestart in Australië, waar er verschillende kustredders tegen elkaar opnamen om te kijken wie dat de beste redder was, wie de beste vaardigheden had. En is eigenlijk overgewaaid naar de rest van de wereld. Ook naar landen die geen stranden hebben, dus dan is het eigenlijk ook in het zwembad terechtgekomen. En op die manier hebben we leuke proeven eigenlijk. En meer begint het nu bekender en bekender te geraken. Deze jongeren zijn alvast enthousiast over hun sport. Met veel inzet en overgave komen ze meerdere keren per week trainen. Ik vind dat heel leuk, omdat je zwemt niet alleen bandjes, maar ook met poppen, vinnen, gordels. En ja, je leert mensen reanimeren. Het is ja, zwemmen met nog het redden erbij. En ja, dat vind ik wel tof, omdat je niet alleen een uur of twee uur of zo bandjes zit te trekken, maar ook met poppen en zo zwemt en met gordels en zo. Ja. Dat is wel fijn. Maar op het provinciaal kampioenschap is het pure ernst. Dan gaat iedereen voor de overwinning. Er zijn verschillende disciplines waarin de jongeren kunnen uitblinken. We hebben drie individuele disciplines. De A1, dat is 200 meter hindernis zwemmen, waar ze 8 keer onder hindernis door moeten zwemmen. Dan hebben we A3, dat is de combiné. Dus dan moeten ze 50 meter zwemmen, 17 meter en half onder water, een pop oppakken en die pop 32 meter en half vervoeren tot aan de aankomst. Dan hebben we nog A5, dat is met vinnen en gordel in het water zwemmen, 50 meter, kant tikken voor een pop vastklikken met een gordel en die nog vervoeren met vinnen en gordel voor 50 meter. En hoewel ze reddend zwemmen vooral een leuke sport vinden, doen veel van deze jongeren het ook met een ander doel. Vooral omdat ik later als redder aan zee wil, dat ik redder aan zee wil worden. En ja, ik vond die rode pakjes cool en dat betaalt ook goed. En gewoon ook omdat ik mensen wil redden uit het water en zo. Ik zou volgend jaar voor mijn reddersdiploma gaan en dan als vakantiewerk in het zwembad redder doen. Want ja, dat verdient wel goed. En ja, het is een grote verantwoordelijkheid, maar dat lukt wel. Het provinciaal kampioenschap reddend zwemmen vindt plaats op zondag 12 februari vanaf 10 uur in zwembad Den Aarberg in Assen.